Adrie, morgen toch wel de topper tegen FC Den Bosch. Hoe gaan jullie het morgen aanpakken? Wat zijn de dingen die je bijvoorbeeld anders wil zien dan de afgelopen weken? Nou, ja, kijk, we hebben uitgebreid daarover gesproken. En we gaan niet heel veel andere dingen doen. Alleen we hebben de puntjes proberen op de i te zetten. En die jongens gewoon geprobeerd om het duidelijk te maken van wat we van ze verlangen. En dan is het aan hun. En wij zijn ervan overtuigd dat het is niet zozeer dat ze niet het best willen doen. Maar soms hebben ze net even een zetje in de rug nodig om ze de goede kant uit te krijgen. Dus daar zijn we van de week mee bezig geweest. En dan ben benieuwd morgen hoe dat dan zich over het veld vertaalt. En kun jij aan ons uitleggen, wat zijn die puntjes op de i dan? Waar moet het dan beter? Nou, als je terugkijkt naar het begin van het seizoen, zijn er een aantal jongens die nu spelen en die wat minder hebben gespeeld. Die hebben best wel wat hulp nodig in de dingen voor elkaar te houden. En wat je ziet, zeg maar, dat we de dingen wel behoorlijk doen, maar moeite hebben om het vast te houden gedurende de wedstrijd. Dat soort dingetjes die helpen ons waarschijnlijk morgen voor het goede resultaat. Dus ook een beetje jeugdigheid in de groep waarschijnlijk. En ook gewoon het niveau van de KKD natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Kijk, in het begin hebben we de goede resultaten gehad. En het voetbal was toen een beetje ups en downs. En nu zie je dat die resultaten wat tegenvallen. Dus ja, zullen we wat meer op die inhoud moeten zitten. Maar wat ik al zei. Ik hoop niet dat we echt KKD voetbal gaan spelen. Want ik denk dat dat niet voor ons is weggelegd. Axel van Himbeek, 19 jaar, bijna een halfjaartje bij Helmersport. Hoe bevalt het? Ja, het bevalt zeer goed. Ik ben hier gekomen om veel te spelen, veel ervaring op te doen. En dat lukt tot nu toe zeer goed. Wat is jouw toegevoegde waarde aan deze selectie? Ja, ik denk, we zijn met veel jonge spelers, ook zoals mij. Dus heel veel gemotiveerde spelers die met veel energie op het veld willen komen. Met heel veel drive en passie willen voetballen en zichzelf willen bewijzen. Maar hoe onderscheid jij jezelf daar dan in? Ja, ik denk, ik als persoon, als middenvelder, dat ik, ik kan nu mijn kwaliteiten gaan opnoemen, maar... Ja, doe maar gerust. Ja, dat ik met mijn loopvermogen wel de juiste gaten kan dichtlopen, een soort stofzuiger op het middenveld probeer te zijn. Ook in de opbouw probeer ik een aanspeelmogelijkheid te zijn. Maar zoals ik al zei, ik ben hier echt om ervaring op te doen, dus dat lukt ook niet altijd even goed. Dus daar probeer ik aan te werken. De laatste paar weken vallen de resultaten een beetje tegen. Morgen komt dan Den Bosch, een directe concurrent. Is dat een wedstrijd die jullie als groep anders aan willen pakken? Nee, we gaan er gewoon voor zoals we elke week voor een wedstrijd gaan. Met heel veel energie, met heel veel passie op het veld komen. De wil om te winnen. En ervoor blijven vechten tot op het einde.